van deze bijeenkomst. Dan geef ik nu het woord aan de heer Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. Het doet mij heel erg veel deugd en ik denk u allemaal, ons allemaal, dat we ook dit jaar met zoveel mensen hier op het wethouder van Dronkelaarplein bij elkaar zijn gekomen. Dames en heren, de meeste slachtoffers die wij hier vandaag herdenken zijn niet omgekomen in de strijd. De meeste doden die wij herdenken, de meeste Almeloers die wij hier herdenken, zijn vermoord om wie ze waren. Het waren Joden. Zoals ambtenaar David Herman Lindeman, leraar aan de gemeentelijke ULO. De heer Lindeman werd in 1940 ontslagen vanwege zijn Joodse afkomst. Op 11 juni 1943 is David Herman Lindeman in Sobibor vermoord. Hij werd 40 jaar oud. Zijn vrouw Alida en hun zoontje Frank stierven op dezelfde dag in de gaskamers van Sobibor. Alida werd 36 en de kleine Frank werd maar 7. De Nederlandse Israëlitische gemeenschap Twente.